Ja, ik had gewoon gelijk. Hier zo een week voordat het gloednieuwe album van Kygo uitkomt, dropt hij nog eventjes een single. De allerlaatste single voor het album. Ik ben echt super benieuwd naar dit gloednieuwe nummertje die vandaag is uitgekomen. De afgelopen week postte Kygo een video van een gloednieuw nummertje met de vraag of je die moest releasen. Nog heel snel voordat het album uitkomt. En dat betekent gewoon al eigenlijk ja. Gisteren heeft hij dan ook echt officieel de post gemaakt van morgen komt er nog een gloednieuw nummertje uit voor het gloednieuwe album, de laatste single. En hebben we hier zo dus het nummertje Me Before You. De laatste single van zijn gloednieuwe album, Kygo, samen met Plastid. Ja, en dit is ook een van de laatste nummertjes waar hij aan gewerkt heeft voor het album. Want hij liet ook weten van, moet ik deze ook op het album zetten? Ja, tuurlijk. Volgens mij is dit echt een banger. Het is ook samen met Plastid die we natuurlijk kunnen kennen van het nummertje The Way We Were. Van het vorige album, echt... Ja, een van de beste nummertjes van dat album. Alleen dat was toen dus een albumnummertje. En dit is echt een single hier zo, samen met Plastid. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Hele goede zanger. The Way We Were, echt een top nummertje. Heb ik ook een reactievideo van gemaakt. Dus er komt eventjes het i'tje van hierboven. Mocht je die willen zien. Ik ben echt enorm benieuwd naar dit nummertje. En het is niet voor niks dat hij deze nu nog uitbrengt. Een week voordat zijn gloednieuwe album uitkomt. Dan moet het gewoon wel een goed nummertje zijn, toch? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb het nummertje hier zo al. Openstaan. Het nummertje is 3 minuten 36, dus hij is niet korter dan 3 minuten. Ik ben echt enorm benieuwd naar deze laatste single voor het nieuwe album die Kygo uitbrengt volgende week op 21 juni 2024. En vanaf volgende week ga ik natuurlijk ook knallen met reactievideo's, want er komen nog 14 nummertjes aan die op het album staan. En daar ga ik natuurlijk ook allemaal reactievideo's op maken. Dus dat wordt ook super vet. Maar dat is pas volgende week. Nu zijn we hier zo bij het nummertje Me Before You. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem lekker aanzetten. We gaan lekker luisteren naar het nummertje Let's Go. Ik ben echt heel erg benieuwd. Echt hoor. Alright. Oké. Lekker rustig. Bam, bam. Bam, bam. For you. Oké. Dun, dun. Oh, die vocals, die klinken zo lekker van Plastid. Oh, dat is zo goed. Echt, het begint ook lekker rustig, echt. Klinkt echt als een Kygo nummertje. Oké. Oké. Oh. Oké. Oké. Running from my mind. And darling, without you, I have no place to hide. Cause all of my wrongs, you made me right. All of my dark, you gave me light. Baby, don't leave me, I'll be done. Back to the me before you. And heaven knows I need your escape. Heaven, you go, hell, I'll be straight. Back to those demons that I knew. Back to the me before you. Okay. Bam, 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 bam. Before you. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Now pop it up. Okay. Before you. Ik had als eerste het refrein echt niet verwacht. Ik had het echt anders verwacht. En dit klonk echt heerlijk. Oh mijn god. Oké. Lekker rustig. Back to the me before you. Heaven knows I need your escape. Heaven, you go, bam, bam, I'll be bam. Back to those demons that I knew. Back to the me before you. So don't let me go. Okay. Back to the me before you. I don't wanna walk that road. Yeah, yeah. Back to the me before you. So
En hij bouwt weer op. Damn. Ik voelde hem wel eventjes gewoon hoe mooi ik hem vond. Damn. Deze was echt wel heel mooi. Er gebeurde echt zoveel in dit nummertje wat ik niet had verwacht. En wat echt zo goed is. Oké, als eerst, zoals ik dus net al zei. De verses had ik echt niet zo verwacht. Ik dacht echt dat het totaal anders zou zijn. Ik vind het wel nice. Ik vind het wel een vibe. For you, dit was van het begin. Dus eerst had je het refrein. En dat vond ik ook heel nice. Dat je eerst het refrein had. Een beetje de intro lekker rustig. En dan kwam je dus in de eerste verse hier zo. En dat was weer totaal anders. En dan eindigt hij natuurlijk ook weer met het refrein lekker rustig. Dat is echt top. Ja, de eerste opbouw was natuurlijk wel gewoon prima. Wel een beetje standaard Kygo van de afgelopen nummertjes moet ik zeggen. Before you. Maar wel gewoon die vocal stukjes erin, dat is natuurlijk echt classic Kygo, dat is echt top. En daar hoorde je dus ook een pianootje op de achtergrond bij die vocals, hoorde je tu. Dat merkte ik dus net meteen op en toen dacht ik van wow, dat is echt heel lekker. Hier. Dat is echt heel lekker. Dat is echt top. Nou moet ik wel zeggen dat ik zelf meer fan ben van de tweede opbouw. Die vond ik echt heel lekker. Want dat had ik echt niet verwacht. Dat er nog andere vocals weer bij kwamen. En het klonk echt top. Die andere vocals. Me for you. Me for you. Daar bouwt hij weer op. Dat is echt top. Me before you. Het is echt zo goed. Me before you. All my walls you make them right. All of my dark you give me light. Baby don't leave me, I'll be doomed. Back to them me before you. Heaven knows I need your escape. Ever you go hell I'll be straight. Back to those demons that I know. Ja, het is echt wel, hij is echt wel heel goed. Echt heel blij dat deze wel op het album staat. En dus nu ook als een single, dat is echt... Hij is echt heerlijk. Ik vind hem echt heel goed. En ook Plastic natuurlijk, de zangkunsten zijn ook echt... On point. Het is echt crazy. Heerlijk nummertje. En ik vind het een beetje moeilijk om ze te ranken, de singles. Ik denk wel dat dit mijn favoriet is. Eerst was mijn favoriet Whatever, want ik vind die melodie gewoon echt top van Whatever. Echt heerlijk. Ik denk misschien wel dat dit mijn favoriet tot nu toe is. Dit is echt puur kijken. Dit is echt top. Echt tropical. Dit is echt lekker. Ja, echt een heerlijk nummertje. Echt top gedaan. Dit is wel echt puur Kygo. Bij Whatever heb je wel ook een beetje door dat het wel echt een radio nummertje is. Maar dit is echt puur Kygo. Ik weet ook niet, gaat deze op de radio komen? Dat heb ik geen idee. Maar dit is echt puur Kygo. Echt top gedaan. Dit was mijn reactie op het nummertje Me Before You van het gloednieuwe album van Kygo featuring Plastic. Echt een heerlijk nummertje. Zoals ik eigenlijk al had verwacht. Echt, ik ben echt blij met deze. Dit is echt top. Ik had echt een beetje moeite op het einde, omdat ik het zo mooi vond. Zo lekker rustig. Einde. Het is echt goed. Ik hoop dat jij deze reactievideo weer leuk vond. Dan kun je natuurlijk blauwen met een lekker blaarruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Volgende week dus het gloednieuwe album van Kygo. En dan komt op die dag zelf, van het allereerste nummertje in de rij, komt er een reactievideo. En daarna ga ik gewoon verder. Maak ik het album af, tot en met het laatste nummertje. Dit was mijn reactie dus op het nummertje Me Before You. Laat zeker in de comments achter wat jij van dit nummertje vindt. En of je hype bent voor het gloednieuwe album van Kygo, die volgende week uitkomt. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later mensen.